Een slechte school moet de deuren sluiten en worden vervangen door een andere school. En dus nu en dan moeten we misschien ook een departement, een ministerie, een dienst gewoon opheffen. Daar moeten we mee stoppen als we merken dat ze niet langer efficiënt en niet langer effectief zijn. Dat boek is geschreven om te proberen een antwoord te geven op een klassieke vraag in de economische wetenschappen, waarop het antwoord vinden wij nog altijd onbevredigend is. En dat is waarom in de overheidssector, in de semi-publieke sector, organisaties in het algemeen zoveel minder efficiënt en zoveel minder effectief zijn dan in de private sector. Het klassieke antwoord is winstmaximalisatie. En dat antwoord vinden wij niet bevredigend, omdat we aan de ene kant zien dat in de private sector allerlei bedrijven die winsten maximaliseren het heel slecht doen, inefficiënt zijn en niet effectief. En dat we soms ook in de overheidsorganisaties zien die wel effectief zijn en wel efficiënt. Dus dat kan de verklaring niet zijn. Dus wij zoeken hem ergens anders. En waarom wij hem in zoeken is de mate waarin organisaties wel of niet worden beschermd. En met bescherming bedoelen we dat ze wordt toegestaan om te overleven. Vaak door de overheid, om niet te zeggen altijd door de overheid. Ondanks het feit dat ze het niet goed doen. Omdat ze, ondanks het feit dat ze inefficiënt zijn of ineffectief. Een klassiek voorbeeld is de auto-industrie in de Verenigde Staten. Die had al lang failliet moeten zijn. Al in de jaren 70 was dat niks meer. Maar die worden maar gered en ze worden maar gered en ze worden maar gered. Aan de andere kant zie je soms ook in de overheid of in de semi-publieke sector organisaties die het heel goed doen en efficiënt zijn. Dus daarom is die bescherming cruciaal. Dat maakt dat het vaak uit de rails loopt. In veel sectoren worden niet goed functionerende organisaties in leven gehouden. Dat wordt in de literatuur het soft budget constraint genoemd. Dat wil zeggen dat ze weten dat als het niet goed gaat, als we niet meer genoeg verdienen, we krijgen wel wat toegestopt. We worden wel in leven gehouden. Nou, zoals gezegd, in de banksector, in de automobielindustrie zie je daar heel veel voorbeelden van. En dat probleem is extra belangrijk, omdat elke organisatie uiteindelijk over de kop gaat. En het niet meer effectief is, niet meer efficiënt. Ook Nokia is nu recent over de kop gegaan. Niet meer efficiënt, wordt overgenomen door Microsoft, bestaat de facto niet meer. En dat komt omdat elke organisatie zich op den duur niet meer weet aan te passen aan de omgeving. Ergens een keer wordt weggevaagd door een concurrent. Het makkelijkste om dat te illustreren is aan de hand van het spelletje op de kleuterschool, waarbij je ziet dat de ene kleuter een verhaaltje fluistert in de kleuter ernaast en die weer in die daarnaast. En aan het eind van de rit komt er een totaal ander verhaal uit dan aan het begin. Zo gaat het in organisaties ook. Die organisaties hebben meerdere lagen. De baas zegt wat tegen de onderbaas, die wat zegt tegen de onderonderbaas enzovoort. Dus voortdurend in organisaties gaat informatie heen en weer. En voortdurend wordt die informatie een heel klein beetje verstoord. En het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. En je kunt aantonen dat het betekent dat uiteindelijk die organisatie uit elkaar valt. Niet meer doet wat het zou moeten doen. Dat ze de top niet meer weten wat ze op de werkvloer aan het doen zijn, et cetera. Nou, lees het boek over de prooi over ABN AMRO en je ziet het voor je gebeuren. Ze weten het niet meer. Nou, dat soort organisaties moeten gewoon verdwijnen. Die moeten failliet gaan, die moeten af worden gevoerd, die moeten uit elkaar vallen. Sommige delen kunnen misschien nog door, andere moeten gewoon gesloten worden. Als je dat niet doet, dan heb je uiteindelijk een populatie met te veel organisaties die niet efficiënt zijn en niet effectief. En dat is nou precies wat vrij veel, of niet te zeggen heel veel, gebeurt bij de overheid en bij de semi-publieke sector. En daarom zie je in die delen van de economie minder efficiënte en minder effectieve bedrijven. Dat heeft dus niets te maken met winstmaximalisatie of de vorm van de eigendom, maar heeft te maken met het feit dat daar die organisaties worden beschermd. Wat betekent dat voor beleid? Dat je ook dat je heel erg terughoudend moet zijn bij het in leven houden van niet functionerende organisaties. Ik denk dat dat in de bankwereld al duidelijk is. Hebben we veel te veel banken laten doormodderen terwijl ze eigenlijk niet meer goed functioneren. Als het argument is, ja maar dat kon niet, want ze waren te groot om failliet te gaan, dan hadden we ze kleiner moeten maken. Dan hadden we ervoor moeten voorkomen dat ze zo groot hadden kunnen worden. Dat hebben we niet gedaan. Dus dat betekent, hou organisaties klein genoeg, altijd, overal, om je te kunnen veroorloven om ze failliet te laten gaan. Dat is één ding. Het tweede dat je moet doen, is dat je moet nadenken hoe je ook binnen de overheid en binnen de semi-publieke sector ervoor kunt zorgen dat niet functionerende organisaties worden vervangen door anderen. Een niet functionerend ziekenhuis moet dan maar gewoon dicht en worden vervangen door een ander ziekenhuis.